Wij noemen het in Nederland vrijwilligerswerk, omdat we denken in hokjes en structuren. Maar wat het is in het leven, is dat je met elkaar bent, om elkaar geeft. En als je op een liefdevolle wijze met elkaar omgaat, ja, dat lijkt mij het meest wezenlijke hier op aarde gaat. Rafael Beaumont werkt als vrijwilliger voor de Vriendendienst in Amsterdam. Deze instelling levert maatjes voor mensen met bijvoorbeeld psychische problemen. Eens per week ontmoet hij Maurice, die last heeft van psychoses. Mijn ingang is eigenlijk mijn eigen psychose geweest. Wat me heel veel nieuwe inzichten heeft gegeven. Omdat je normaal leef je en ervaar je veel. Maar in die staat van zijn ervaar je dingen heel anders. En heel erg buitengewoon en zeer intens. En die intensiteit, die voelt zo wezenlijk. Die voelt wezenlijker dan waar wij hierin zitten, zeg maar in deze werkelijkheid, fysieke werkelijkheid. En toen dacht ik van, nou, er zijn veel meer mensen die dit hebben beleefd, wat ik heb beleefd. Alleen voor wie het moeilijker is om een balans te vinden in het leven. En toen dacht ik van, als ik nou een aantal van die mensen mee kan zijn om te delen, dat kan iets brengen in deze wereld. Praat over van alles doen, toch? Kopje thee drinken. Een beetje sociaal, wat leuk om te kijken. Dat heb ik eraan. Ja. En deze vriendschap. Ik zie misschien meer dan zo'n vriendschap die wij hebben. Maar het is vrijwilligerswerk, hè? Ja, als maatje, voor mij was het heel duidelijk wel, want ik zit hier natuurlijk als. Als mezelf, maar vanuit de rol dat ik graag help. Ja. En in die zin voel ik me heel duidelijk de vrijwilligers. Maar het is iets van geven en nemen, dus we doen het met elkaar. En we hebben een sterke gemeenschappelijke ervaring. Alleen het is de maatschappij die denkt in termen van psychiatrisch patiënt of deelnemer of vrijwilliger. Ja. Dus de constructie die ons vaak beperkt. Ja, nou, ik heb er geen problemen mee, hoor. Beroepsvrienden zijn het bestaat niet. Nee, ik doe er ook niet aan. Nee. Dus wij doen niet aan vrijwilligerswerk, maar we zijn het wel. Ja. Hoe heet het een maatje? Ja. Ja, wat? We gingen samen